Lieve gemeente, een vrouw met Jezus. Ze raakt de zoom van zijn mantel aan. Ze zijn alleen. Er staat niemand om hen heen. Ergens in de catacomben van Rome is een afbeelding te zien van de vrouw over wie Marcus zijn verhaal vertelt. Maar iets in die afbeelding, in die catacombe, is vreemd. Marcus begint zijn verhaal immers te vertellen dat er een grote menigte met Jezus meeloopt. Ze dringen tegen hem op. Het is overduidelijk een ongeplaceerd evenement, daar niet ver van de oever van het meer. En afstand houden is er niet bij. Maar op die schildering in de catacombe knielt die vrouw achter Jezus neer, moederziel alleen. Het kan natuurlijk zijn dat de maker van de afbeelding in de catacombe het verhaal niet goed gelezen heeft, maar het kan ook zijn, en ik denk dat dat veel aannemelijker is, dat hij met zijn afbeelding van die vrouw alleen met Jezus iets anders wil weergeven dan de feiten van het verhaal. Hij wil blijkbaar niet vertellen wat er gebeurt. Hij wil blijkbaar vertellen wat deze vrouw voelt. En zij voelt zich, te midden van die massa, in die kolkende arena van nieuwsgierige volgelingen, tegenstanders, sensatiezoekers. Zij voelt zich daar moederziel alleen. Het verhaal vertelt dat niet met zoveel woorden, maar zoals ieder goed verhaal wil ook dit verhaal niet alles vertellen, zodat er voor ons als lezer nog iets in te beelden overblijft. En wie zich de positie van deze vrouw inbeeldt, komt misschien wel uit bij dezelfde conclusie als de tekenaar daar in de catacomben van Rome. Deze vrouw kan niet anders, moet zich alleen voelen. Al 12 jaren lijdt ze aan bloedingen. Dat betekent in die dagen dat zij permanent onrein is. En daarmee is ze gelijk ook een paria, een onaanraakbare, die zich nergens mag vertonen op straffen van uitsluiting. Zal ze een man hebben? Een relatie waarin je elkaar niet mag aanraken, lijkt me voor beide partners niet heel aantrekkelijk. En altijd maar bloedverlies betekent, naast dat je permanent vermoeid moet zijn, het betekent ook dat je geen kinderen kunt krijgen en dat je toekomst dus in alle opzichten ongewis is. Kortom, die vrouw die is er wel, maar eigenlijk is ze er ook niet. Ze is een onaanraakbare. Heeft ze daar dan niets aan gedaan? Heeft ze niet gevochten? Was ze niet sterker dan haar kwaal, zoals de metaforen van onze tijd het over ziekte kunnen hebben? Ziekte als een strijd die je kunt winnen. Met ook wel de implicatie dat als je niet wint, de vraag, heb je dan wel hard genoeg gevochten? Of heeft ze het al in een vroeg stadium opgegeven? Marcus vertelt, ze heeft oneindig veel getopt. Ze is van dokter naar dokter gegaan, afspraak na afspraak, nu eens vol hoop, dan weer tegen beter weten in. Maar ze had geen keus. En dat leven, dat geen leven is, heeft haar ook nog eens aan de bedelstaf gebracht. Ze is er niets mee opgeschoten. Sterker nog, het is alleen maar erger geworden. De ziekte en de eenzaamheid. Want je verliest ook altijd vrienden als je te lang ziek bent. Te lang rouwt, te lang een weg moet gaan die niemand volgen kan. Daarom staat ze daar alleen met Jezus op die afbeelding in de catacombe. Bij Marcus is ze nog niet bij Jezus. Als ze van hem hoort, wurmt ze zich, die eenzame onaanraakbare, tussen de menigte naar voren. En ze raakt daarbij, dat kan niet anders, Jan en alleman aan. En daarmee overtreedt ze bewust de reinheidswetten. Maar er is iets in haar wat sterker is.
De wetten die haar uitsluiten, sluit zij nu op haar beurt uit. Zij wil leven. Zij wil gezien worden. Zij wil worden aangeraakt, weggeduwd, omarmd, omhelst. Zij wil voelen dat ze er is en ertoe doet. En huidhongerig probeert ze bij Jezus te komen. Vreemd of kunnen we na 1,5 jaar corona ons daar toch wel iets bij voorstellen? Met ons hoofd weten we van de 1,5 meter. Maar het voelt natuurlijk niet natuurlijk aan bij wie ons werkelijk dierbaar zijn. Een hand, een arm om je schouder, een box. Ze vertellen toch altijd meer dan woorden kunnen zeggen. Want ze zeggen niet alleen dat je niet alleen hoeft te zijn, ze laten het ook voelen. U heeft vast wel eens gehoord van het onderzoek van Harry Harlow ergens halverwege de vorige eeuw. En daaruit bleek dat babyaapjes die zijn weggehaald bij hun moeder en in een laboratorium worden opgevoed door kunstmatige nepmoeders, dat die later sociaal onderontwikkeld zijn. En wat voor babyaapjes geldt, geldt ook voor babymensjes. Wie niet liefdevol wordt aangeraakt, wordt niet de mens die die zou kunnen zijn. Die komt alleen te staan, geïsoleerd. En precies omdat dat zo cruciaal is, die aanraking, is ook die andere kant van de medaille er een om niet uit het oog te verliezen. Waar de goede aanraking een mens tot mens maakt, doet de onjuiste aanraking dat juist niet. Die maakt een mens tot object. Die 1,5 meter voelt als een enorme afstand bij wie we vertrouwen. Maar er is ook dat vreemde, wat unheimische gevoel wanneer iemand net iets te dichtbij komt. De arm op het verkeerde moment op de verkeerde plek legt. En je voelt dat het niet klopt, zeker als de relatie er een is van ongelijkheid. En ieder mens voelt haar fijn aan wanneer de integriteit van je lichaam wordt geschonden, of het nu goed bedoeld is of niet. En nu staat ze daar, die vrouw, sterk, omdat ze gaat waar ze niet hoort te gaan. Maar ook terughoudend, ze staat niet voor Jezus frontaal, maar achter hem. Hij hoeft haar niet aan te raken als zij hem maar kan aanraken. En ze doet het. En dan gebeurt er iets waar de reinheidswetten niet in voorzien hebben. Die vrouw die besmet Jezus niet met haar onreinheid, wat het ook is. Maar Jezus besmet haar met zijn goedheid. In één moment wordt die keten van 12 jaar ellende doorbroken. Door één aanraking wordt die altijd maar doorgaande beweging die van kwaad tot erger gaat. Van lelijkheid weer nieuwe lelijkheid oproept. Die van vergelding op vergelding. Die van dader naar slachtoffer loopt en weer naar dader loopt. In één keer wordt dat onderbroken. In één keer is er een omslag van wanhoop naar hoop, van apathie en het gevoel dat er toch niets aan te doen is naar een nieuw begin. Van de besmettelijkheid van de agressie en de haat naar de aanstekelijkheid van het goede. Hier doorbreken de zachte krachten de harde feiten. Ik moet denken aan een soortgelijk verhaal van zo'n doorbraak, zo'n omslag. We spreken het jaar 1987. AIDS maakt als relatief nieuwe ziekte veel slachtoffers. En veel mensen zijn in die jaren bang voor een epidemie op grote schaal. En gebrek aan kennis, zoals zo vaak, maakt de angst nog groter. Kan ik het ook krijgen? En hoe dan? AIDS-patiënten worden om die reden vaak gemeden en buitengesloten.
En in dat jaar 1987 opent prinses Diana een AIDS-kliniek in Londen. Voor het oog van de wereld schudt ze de hand van een AIDS-patiënt zonder handschoenen aan. Nu, logisch, toen, opmerkelijk. En ze staan oog in oog, die twee. En daarmee trotseert ze niet alleen het idee dat dan nog bij velen leeft dat je AIDS kan krijgen door iemand anders aan te raken. Maar ook laat die ene letterlijk een handeling. Die laat zien dat zij zich niet laat leiden door de angst en de onwetendheid. Maar door compassie voor de ander als mens. En het is deze ene handdruk die een omkeer teweeg brengt in het denken over AIDS. In de aanraking en in de ontmoeting wordt de keten van het boze doorbroken. En precies om dat laatste, aanraking en ontmoeting, houdt het verhaal bij Marcus ook niet op, op het moment dat die vrouw genezen is. Zou het daarbij blijven, dan zou het gaan om magie. Dan zou het gaan om iemand die deelgenoot wil worden van de kracht van een ander. Dan zou het zijn de aanraking tussen de fan en de popster. Tussen supporter en sportheld. Dat is de aanraking van de bewonderaar die door zijn idool aan te raken zelf iets hoopt te krijgen van dat idool. Maar Marcus bedoelt iets anders. Deze vrouw moet niet iets van Jezus krijgen. Deze vrouw moet zichzelf worden. En dat moet ze ook horen. En daarom draait Jezus zich om en zoekt hij in de massa wie hem heeft aangeraakt. En dan vinden ze elkaar. En het is alsof ze even onder elkaar zijn. Zij, eerst bang voor een reprimande, is het niet van Jezus dan wel van de omstanders die nu allemaal eigenlijk in quarantaine moeten blijven? Besmet door die vrouw die zich eigenlijk afzijdig had moeten houden. Maar Jezus plaatst haar niet in eenzame opsluiting. Hij zoekt contact. En spreekt tot haar. En hij spreekt tot haar over haar geloof. Dat geloof van jou, staat er letterlijk. En dat is eigenlijk toch vreemd. Over geloof is in het hele verhaal nog niet gegaan. En als afsluiting vat Jezus haar actie samen als geloof. Ze heeft niets gezegd. Er is geen kyrie geroepen. Er is geen geloofsbelijdenis uitgesproken. Ze heeft alleen maar gedaan. Ze is opgestaan. Ze heeft gedurfd. Ze heeft zichzelf overwonnen. Ze heeft zich verzet tegen de regels van haar tijd. Moedig, als een demonstrerende vrouw in Kabul, is ze in actie gekomen. En ze doet dat zwijgend, niet provocerend als de wappies met hun jodenster. Zij heeft alleen maar gedaan, als die handdruk van prinses Diana. En dat noemt Jezus geloven. En daarmee vertelt hij dat geloven eigenlijk altijd geloven is dat het anders kan. En zij gelooft dat. Ook na 12 jaren van alleen maar neergang en teleurstelling. En door die ene aanraking wordt alles ook anders. Een lijfelijk gebeuren. Zoals ook in dat korte verhaaltje van het graf van de profeet Elisa. Een vreemd verhaal. Waarin die dode tot leven komt als hij in contact komt met de overleden profeet. Maar het zegt eigenlijk, de boodschap van het leven is sterker dan het leven van de boodschapper zelf. Altijd weer weten mensen zich aangeraakt door het vreemde verhaal. Van het al even vreemde geloof dat het anders kan. Mensen ervaren dat in de ontmoeting van de eeuwige die hen aanraakt met zijn geestkracht. En wat dat is,
Dat kunnen ze meestal niet goed onder woorden brengen, maar het doet iets met ze. En dan doen ze ook vreemde dingen, die soms haak staan op de harde feiten. Ze doen dingen die niemand voor mogelijk had gehouden. Ze doen iets als deze naamloze vrouw die haar loze bestaan achter zich laat in de ontmoeting met Jezus. Ze doen iets als prinses Diana deed. En ze doen iets als al die anderen die minder zichtbaar, maar even betekenisvol geloven dat het anders kan. En die mensen zitten ook hier vandaag. Ze zitten naast u. De meeste op 1,5 meter minstens. Maar ze kunnen u toch raken. En u hen ook. En ze zitten thuis voor het scherm. En ze weten zich geraakt door de trouw van een goede vriend. Een mooi bericht. En ze voelen het als een vingerwijzing van de eeuwige. En hier vieren we dat vandaag. Juist vandaag nogal lijfelijk. Met brood en wijn die ons aanraken met hun smaak, hun textuur, hun geur. En ze vertellen ons dat de eeuwige zo dichtbij wil zijn. Zo concreet, voedzaam, tastbaar, helend, tussen ons mensen in. Als ons geloof zo concreet wordt, dan wordt onze wereld werkelijk anders. Om te beginnen, je eigen wereld. Amen.